Ik leg jullie uit rond de ontwikkelcirkel. Veel voorkomend bij ontwikkeling is dat mensen individueel bezig zijn. Dat is eigenlijk niet zo sterk. Veel sterker is het om met een groep te delen. Je gaat in een groep zitten en je deelt je eigen ontwikkeling. Dat kan zijn dat je een bepaald probleem hebt. Het kan ook zijn dat je een bepaald iets wil bereiken of dat je een beetje saai in je leven bezig bent. Je wil een verschil creëren. Nog veel interessanter dan het delen van je individuele ontwikkeling is dat bovendien te koppelen aan een groepsdoel. Dan ben je samen als groep om een bepaald doel te bereiken. En dat is dan ook de reden waarom dat je samen bent. En beide samen zijn de ontwikkelcirkel. Het groepsdoel kan van alles zijn. Het kan zijn dat je zegt van, wij willen ons afvragen waar willen we naartoe. Wij willen op een andere manier met de tijd omgaan. Wij willen op een andere manier hulpverlening spiegelen gebruiken. Misschien willen wij op een andere manier middelen inzetten of op een andere manier sleutelen aan bepaalde vraagstukken. In de ontwikkelcirkel komen twee dingen samen. De ontwikkelcirkel is het koppelen van de individuele ontwikkeling aan een groepsdoel. En het is de authenticiteit van het delen die het groepsdoel verrijkt.